Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in zijn functie als waarnemend president vandaag een spoedonderhoud gehad met de bankensector over de stijgende wisselkoers. Brunswijk vroeg de sector meer samen te werken en de regering te helpen de koers te stabiliseren en rust te brengen op de valutamarkt. Zelfs zal de regering deze week een dollarinterventie plegen om de druk te helpen verlichten en zijn er afspraken met de oliemaatschappijen over betalingen in vreemde valuta en de retentieregeling. Tijdens het gesprek met de banken waren ook de governor van de Centrale Bank van Suriname en de waarnemend minister van Financiën en Planning aanwezig. Honderden vrijwilligers, milieuorganisaties, bedrijven en overheidsinstanties doen zaterdag mee met de landelijke campagne in verband met World Cleanup Day. Ruim 50 locaties tussen Nikeri en Albina zullen worden schoongemaakt en ontdaan van zwerfvuil. Het initiatief staat onder de coördinatie van Stichting Support Recycling Suriname, Suresur, die in een persbericht elke Surinamer oproept om komende zaterdag 17 september ook mee te helpen aan de schoonmaak. Vrijwilligers, gezinnen en bedrijven kunnen zich nog opgeven via de Facebookpagina van Suresur 597.